Heijmans. Ja, dus grof gezegd meer, hè, we hebben het over boeren versus huizen, maar dit gaat dan om boeren versus vliegen. Dat is dan eigenlijk denk ik de conclusie, want ik heb ook wel eens gehoord dat BBB zegt laten we daar asielzoekers opvangen. Is dat nog steeds het standpunt? Want dat meen ik mij nog van de vorige verkiezing te herinneren. Dat mevrouw Van Plas zei van nou laten we daar dan maar de mensen opvangen. Dan hoeven we geen andere gemeentes te gaan dwingen. Is dat nog het standpunt of is het puur boeren, meer boeren, minder vliegen? Mevrouw Van der Plas. We gaan hier nu een asieldebat van maken. Een beetje een wonderlijke bocht die hier genomen wordt. Nee, ik weet dat het speerpunt is van jaar 21. In elk debat even het asielprobleem naar voren brengen. Wat wij hebben gezegd, dat is niet van de vorige verkiezingen. Wij hebben hier, ik denk vorig jaar gezegd, toen de migratie en het aantal asielzoekers hier zo hoog waren, toen hebben wij gezegd, als Lelystad dan toch niet gebruikt wordt, kunnen we daar dan niet bijvoorbeeld een plek maken, niet zozeer voor asielzoekers, maar bijvoorbeeld om daar veilige landers in een versoberde opvang te doen of voor een aanmeldcentrum. Wij hebben dat geopperd. Dat werd als een hele bijzondere voorstel gezien en mij verraste later dat het kabinet zelf kwam met de vraag van moeten we niet onderzoeken of we misschien Lelystad daarvoor kunnen gebruiken. Het wordt nu verder niet gebruikt. Dus het zou eventueel, dat toen zei die instroom zo hoog was, zou het een oplossing kunnen zijn om bijvoorbeeld Ter Apel te ontlasten, om daar bijvoorbeeld tijdelijk een aanmeldcentrum van te maken. Daar is het nooit van gekomen en het is zeker niet boeren versus vliegen of asielzoekers versus vliegen. Dat is gewoon een idee geweest van ons. Dank u wel. En ik weet dat de heer Eerdmans helemaal geen asielzoekers wil, dus die heeft daar tegengestemd met de reden, want wij willen helemaal geen asielzoekers. Nou, dat is het goed recht van jaar 21. Meneer Eerdmans. Ja, nee, tot slot. Kijk, los van de asieldiscussie inderdaad, die je overal terug kan vinden inderdaad in discussies in onze debatten, maar is het niet een waste of money ook als je zegt dat hele vliegveld, ik ben er geweest, naar u ook waarschijnlijk wel, ligt helemaal klaar. Daar hebben we enorme investeringen in gedaan. Dat is volledig klaar om te vliegen. Dat kan enorm helpen bij de druk op Schiphol. Dat kan mensen helpen die willen vliegen in plaats van naar Duitsland of België te gaan. Is dat niet een... Ik ken u toch, hè, mevrouw Van der Plas, iemand die denkt, moet ons geld goed besteden, rendement halen uit overheidsinvesteringen. Is dit niet belachelijk dat vliegveld dicht blijft en los van asielzoekers, dat we daar niet een vliegtuig van de grond krijgen? Mevrouw Van der Plas. Nee, dat vind ik niet. Want er is gewoon ook totaal geen draagvlak voor in de wijde omgeving om vliegveld Lelystad open te doen. Wij blijven voorlopig bij ons standpunt dat Lelystad gewoon niet open gaat. En ja, er staat inderdaad heel veel leeg. Misschien hadden we moeten besluiten, al in een veel eerder stadium, dat het helemaal niet had moeten komen. Maar als het er nu toch ligt, dan zou je kunnen zeggen, kunnen we dat niet op een efficiënte manier dan toch gebruiken, in plaats van dat het allemaal, ik heb er wel eens begrepen, ik weet niet, kijk even naar de minister, of dat inderdaad klopt, maar dat daar elke dag bijvoorbeeld de bagagebanden draaien, omdat die anders misschien wel vastlopen, dat die eigenlijk in proces moeten blijven voor het geval dat Lelystad een keer open gaat. Ja. Dank u wel. Ik vind dat niet heel handig, eerlijk gezegd. Dank dus wel. Laten we het voor andere doelen gebruiken. Dat is prima. Dank u wel.